Als. Ja, als. Ja. Namaste. Namaste. Ja, dat is Namaste. de universele groet van de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde. Halleluja, prijzen de Heer. Amen. 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 Zij, mevrouw Emmy had natuurlijk niet vergeten, mevrouw Emmie. Uh, you know <laughs> wellicht uh, kan het gevoel zo zijn overgekomen, yeah. maar niets is minder waard, laat ik oh. u zeggen. Uh, wij volgen u al jaren en ik zeer zeker, dat weet u van dichtbij ook. En we weten dat mevrouw Emmy en met haar team hier, uh, RUMA's, heel goed sociaal maatschappelijk werk doet. Sociaal maatschappelijk werk is vaak ondankbaar werk. Hè? Waarom zeg ik dat? Men zal je nooit goed begrijpen. Soms denkt men: ach mevrouw Emmy, die, 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 die I make money of wat dan ook, of ze wil geweldig spelen. Ik kan je eerlijk zeggen, deze mevrouw heeft niks nodig. Amen. Ze heeft niks nodig, geen geweldig. Ze doet alles in de naam van de Heer Jezus God, Almachtige Amen. Schepper van hemel en aarde. En dat doet ze met een volle overtuiging en volle liefde... naar de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Amen. Zoals de president ook zegt... en de president heeft ook oor en oog voor de minst bedeelden in onze samenleving. Vandaar dat... De president van de Republiek Suriname heeft gemeend samen met de First Lady om dit pakkettenproject op te starten. Een pakkettenproject dat gedelegeerd is naar een van zijn werkarmen, dat is de heer Dijksteel, En meneer Stanley Dijksteel die heeft dat dan weer georganiseerd samen met de heer van Troo, districtsraadslid de heer van Troo en hij heeft de verantwoordelijkheid gehad om in twaalf soorten dit project te moeten organiseren, pakketten te moeten samenstellen, maar ook te distribueren. En dat is vaak niet zo makkelijk. Distribueren is niet zo makkelijk. U heeft vanuit de verschillende media's ook vernomen. Vaak is het ook fake news hoor. Maar waar het om gaat, het pakkettenproject is een project waarbij we in principe de mensen een pakket geven die het. Dringend, maar dan ook dringend nodig hebben. Yes. De mannen, uh, letterlijk, de mannen, uh, een wankoprocentie morgen in de zakken. Naar die mensen kijken we. Dat kan zijn omdat ze werkeloos zijn. Dat kan zijn dat ze getroffen zijn door COVID en niet hebben kunnen werken. Dat kan zijn dat ze getroffen zijn door wateroverlast. Wat zijn we toch niet vergeten afgelopen weken, maanden? Heer Sungu. Yes. Hm? Gelukkig, God is ons genadig nu. Is het redelijk droog, terwijl in de rest van de wereld, Europa, je ziet ja. wat er gebeurt: 1 meter, twee meter. Ja. In België, Frankrijk zelfs drie meter. Amen. Drie meter! Laten we God dankbaar zijn. In ja. Suriname hebben we alleen maar natte voeten. Desalniettemin terugkerend op de pakketten. Dus we kijken naar de mensen die dringend, maar ook dringend nodig hebben. En lieve mensen, als we je voorbijrijden of als we je overslaan, is het niet opzettelijk. Yes. Is het niet opzettelijk? Meneer van Tronner Taghi Mino maar Mino Loben. Oh. Mino lobbing. Nee, de president zegt dat ook niet. Dit is bedoeld voor de aller aller armste in onze samenleving. Omdat nu de tijd in ons land een tijd is waarbij we op dit moment als regering nog niet voldoende middelen hebben. Huh? Zodat iedereen zijn eigen spullen kan kopen. Want ja. dat wil de president, mevrouw En. Ja. Ja, ja. Wij gaan dit niet continu blijven doen. Ja? Wij willen als regering, zoals we dat zeggen, de mensen zelfredzaam maken. Ja. Dat betekent het creëren van werkgelegenheid, scholing, opleidingen, ja. enzovoort, enzovoort. We zitten nu eenmaal in een hele moeilijke periode. Het is een economisch gezien heel moeilijk, maar betere tijden komen eraan, mensen. Boonting yes. ek kom, uno Boonting kom Mevrouw Emmy, het train uno dat u kan fen Want je moet met je eigen handen werken. Daarvoor heeft God u gemaakt, gezonde handen, armen en benen. In je jisrefi. Je moet zelfstandig worden, onafhankelijk. En een pakketten. Maken onze mensen ook vaak afhankelijk. En dat is niet de bedoeling, mevrouw Emmy. We hebben een aantal pakketten vandaag voor u gebracht. Namens de president van de Republiek Suriname en de totale regering geven wij u deze pakketten zometeen. Door tussenkomst van de heer Van Tro. Ja. Wij hopen natuurlijk dat u de pakketten. Zult doen toekomen aan de mensen zoals gesteld in de criteria die het echt dringend nodig hebben. En wij hopen natuurlijk dat de mensen alvast al een beetje geholpen zijn. Ja. Ja? Ja. Maar betere tijden komen eraan. En er, komt, er is zoveel moois nog in de toekomst voor ons allen weggelegd. Dus vooral, en dat zegt de president telkenmalen, no, no last baby. Hou geduld. Betere tijden komen eraan. Yes. Nou, het is een verrassing vanmorgen. Uh, we hebben lang gewacht, want we hebben ook gevraagd. Waarom? Rimas werkt met uh, jonge mannen tussen 16 en 25 jaar. Deze heren werken op dit moment aan het leerwerktraject. Rimas heeft een leerwerktraject, we helpen sociaal uh, zwakkeren hun huizen weer leefbaar te maken. En enkele van deze heren staan hier. Die meedoen aan het project. We zijn God dankbaar, want de ouders van deze jongens, de jongens zelf, hebben ook een pakket nodig. En ze hadden me gevraagd, mevrouw Hart, wat je pakket pakken, vader? Want dit is hier. Mevrouw Hart, ik wilt want, want het is mij, Jimmy. En zoveel mensen denken dat u uh, geen jongens meer doet, met pakketten. Dat je bel hier en dat maakt je hoofd moe. Maar ik ben God dankbaar wat u zegt. ...dat we vandaag hier kunnen staan en pakketten kunnen ontvangen. De mensen moeten niet afhankelijk worden van de pakketten... ...maar we zijn blij dat we mensen kunnen helpen. Ik kan zeggen, mensen moeten mensen weer helpen. En RUMA's is een organisatie. Niet alleen jongens helpen we, maar ook de ouders. We geven ook niet alleen training aan jongens... ...maar we geven ook training aan ouders, aan moeders. We begeleiden ook de vaders. We hebben een gezinsbegeleidingshuis... Dus we trainen iedereen. Dus we zijn God dankbaar dat de pakketten eindelijk zijn gekomen. Eindelijk moet ik niet zeggen, want het is niet zo lang wat ik heb gevraagd. Maar ik ben dankbaar dat de DC zegt het mooi. Hij is ook door mij getraind op communicatie, meneer Elvin. Mooi. Maar dat is het niet. Het is standen houden in deze Suriname. Standen houden. En hij weet dat ik had altijd een beroep op moet doen om de training te geven aan. Soms denk je, hoe zit het met communicatie binnen Suriname? Ik ben beschikbaar, ik ben een flexibele oude vrouw, maar ik voel me jong. Dus men kan altijd een beroep op me doen en hij zegt het zelf. Geld is voor mevrouw Hart op de tweede plaats. Op de eerste plaats is het belangrijk voor me dat deze jonge mannen ze symboliseren. Al die andere jonge mannen op straat. Dat mien traktat, mien traktat de is in de straat, de ben is in de straat? de regering bezig, men weet het niet. We hebben op zijn op Cola Creek bezig met een leerwerktraject. We zijn al heel ver. We hebben geëgaliseerd. We willen een leerwerktraject zetten voor, opzetten voor deze jonge mannen. Omdat ze vaak niet worden begrepen. Mensen worden boos op ze. Travijkaardig voerman, smukkeman. Maar mevrouw hard team, waarom zijn dat die? Omdat nooit was mijn actie, zijn ...voor de man die ben niet als Nooit als ze is naar mij kunnen hernammen. In Israël is er een drop-out... ...percentage 1%. Dat is ook nog maar de, de En ik ben God dankbaar... ...dat de regering van je Ruma's... nou altijd doorgevoerd is... ...structuurlijk om een oplossing Dus mijn aan de regering... ...meneer Satoki, ook dank je, dank ...namens het team. We hebben iedereen in place. Nou wacht even, wacht even... De, de, de bouwmeester is in plaats, de, de vakleerkrachten zijn in plaats, de jobplacer is in place. de mentoren zijn in place, de jobcoaches zijn in place. die jongens zijn in place. Nou Moni je niet wachten. Maar mevrouw Hart beseft ook dat het nou lastig is. En zien, we zijn. En daarom heb ik patiëntie, dat is waarschijnlijk zijn, We hebben patiëntie. En we hebben dat gedaan, dat die die idee. aanzet, Mickey, bij alles wat ...dat de regering... ...opbemoeien is naar RUMA's. En de regering is op mevrouw Hart, no? De dit is op mevrouw Hart. Ze zijn hier binnen gestapt... ...en we gaan door, hoor. Want we zijn op stop. We willen iedereen danken, danken, danken. Meneer Van trouw, Grand tangie. We gaan mensen blij maken. Maar los van die pakketten gaan wij, RUMA's, die mensen trainen. Ondernemerschap. Denk dan ik mijn pakket zomaar naar mevrouw Hart. Door training. Wat dank je. We begint op dit pakket... Dat doen we graag. We beginnen op dit pakket. Dat pakket moest dicht. Wat aanzet tot hele mooie dingen. Grand tangje, meneer uh, Bola. Ik ben blij om u in het huis waar u was te hebben. U weet dat het niet hier alleen is. Dit is ons centrum. We hebben ook onze huiswerkbegeleiding. Heel binnenkort tegen uw leerkrachten. Creatieve vorming geestelijke vorming. En voorin hebben we nog een dubbelgeledingsteun. Hij is vandaag 33 jaar oud geworden. worden. Vandaag zijn we hier bij Stichting Rumas om op eerste overhandiging, natuurlijk is het symbolisch want er gaan meerdere overhandigingen zijn, maar um, de eerste overhandiging voor het voedselpakkettenproject. Wij van bureau eenheid zijn er voor acute armoedebestrijding en wij zien nu dat in Suriname echt acute hulp nodig is. Dus um, in het kader daarvan gaan wij dan dus een pakket overhandigen aan een van de jongens van Rumas. Het is belangrijk dat deze jongens niet vergeten worden, deze doelgroep niet vergeten worden, oh, nee. want er is altijd een stigma, een vooroordeel van deze jongeren. Bij dat is we mevrouw Emmi Hardet die heeft aangegeven: je doet nooit de backbone. Oh, nee. Het is belangrijk dat voordat we oordelen, dat we eerst weten van waar het komt. Superbelangrijk. Vandaar dat wij als bureau eenheid het gebaar hebben gemaakt om ook deze mensen die in nood zijn. Hulp te bieden. Goed? Met dit zij? wil ik dan de eerste pakket overgaan naar de heer Scheckinis. Ja, Kirja. Alsjeblieft. Dank u. Ik hoop dat jullie het goed kunnen gebruiken. Kom, Densen. Kom, dansen. Kijk, alsjeblieft, Densen. Dank u. Namens de president, first lady van de Republiek Suriname, alsjeblieft. Uh, onder uitvoering van bureau Eenheid. Alsjeblieft, dank u. Dank u wel. Een beetje spelen. Spelen. Nou, We hebben al een bestand van mensen die uh, aan wie we pakketten geven, omdat er uh, iemand uh, ons ook pakketten geeft, maar door die hele situatie is die lijst zo groot geworden dat we nu. Erg, erg, erg blij zijn dat de DC nog met 20 pakketten zijn, is gekomen. Zodat iedereen die vraagt. We hebben mensen op een lijst, die kunnen we dan uh, vrijmoedig die pakketten geven. Natuurlijk doet ruim als eerste onderzoek om te kijken als je werkelijk een pakket nodig hebt. En hoe is het contact? Hoe is de samenwerking gestart met de bureau eenheid? Nou Om eerlijk te zijn, het is gestart met de Ghetto Boys. We hebben hier 12 weken lang de Ghetto Boys getraind. We hebben ook een, een centrum aan de overkant. En 12 zondagen hebben we de Ghetto Boys getraind. Nu weten we dat het is een beetje eerst aan gaan stilzitten. Maar uh, daar is de, eigenlijk de start geweest. We hebben belangeloos elke zondagmiddag de heren getraind op communicatie, op ondernemerschap, uh, op uh, basic life skills. En uh, we zijn nog wachten om te kijken wat er van deze heren geworden is. De een, dus daar is het begonnen, met de heren van Ghetto Boys. Verder ken ik de DC, uh, zoals hij zegt. Hij heeft communicatie bij ons gedaan. En uh, ik weet wel dat hij een heel mooi gedicht heeft geschreven. Een gedicht waar je dus niet let op hun die staan, Javaan, Het is een gedicht dat gaat over eenheid. En het was... Uh, ik heb die dag bewondering voor hem gehad, omdat hij niet eens wist dat hij in de regering zou komen. Maar hij proclameerde al dat er eenheid moet zijn onder de bevolk, verschillende bevolkingsgroepen. En die, die, die verstandhouding met de DC is gebleven. Hij was ook maar therapeut. Ja, en u heeft een beroep op ze gedaan en vandaag zijn de pakketten geleverd. Ja, we hebben een beroep op, op ze gedaan, omdat het zo, uh, het was nijpend. Ik dacht, het is nog nepend, maar het was toen het, het regende was het verschrikkelijk. Mensen belden me voor kan je helpen? Ik zeg, boy, Pim of we hebben bij RUMA zelf een noodfonds opgericht. Ik heb mijn mensen verplicht. We zitten met een aantal van dertig mensen. Ik heb ze gezegd: iedereen moet iets in een doosje zetten. Al is het een tien SRD. Maar als mensen hier komen, heb ik alleen hoofdpijn. Ik zeg: laten we een noodfonds oprichten en niet wachten op derden. Laten wij zelf iets doen. Dus we hebben die noodfonds opgericht. We, we hebben toen geschreven naar bureau Eenheid: mogen we een paar pakketten hebben? En het duurde een beetje lang voor mij, want ik ben. is 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 Dingen moeten snel gebeuren. En ik, ik had bijna een hoop verloren van wanneer komen die pakketten en die mensen bleven maar roepen. Maar omdat die mensen bleven roepen is het noodvals opgericht. Dus toen hier heb ik zo'n beetje zo, Rumas heeft geen geld want wij zoeken naar geld. Maar van het klein beetje dat we hebben, hebben we geleerd om ook te delen met elkaar. Dus we zijn blij dat uh, vandaag de dag dat we uh, dat bureau eenheid hier binnen is gestapt. En dat we twintig mensen blij kunnen maken. Vanaf wanneer gaat de distributie hier plaatsvinden? Morgen. Want we gaan het weer organiseren. Uh, uh, ik denk vanaf morgen. Het zijn voor de mensen die al geregistreerd zijn bij Stichting RUMAAS. Dus het zijn niet voor mensen van buiten. Het zijn voor mensen, we hebben een lijst van 80 mensen. Dus je begrijpt wel dat we weer gaan piki piki play gaan spelen. van mensen die het echt nood, nodig hebben. Het mooiste wat we hebben, wij houden van controle. Kijk, je kan alles doen, maar controle moet er zijn. En ik denk dat in Suriname controle ontbreekt. En wij, ik heb een paar mensen van de binnenlandse zaken gehad en ik heb ze gezegd: je administratie moet kloppen. Ik wil de controle hebben. Heren gaan erop uit. Dus mensen kunnen verzekerd zijn dat degene die een pakket bij Rumas krijgt, dat die het echt nodig heeft. En als mensen nu kijken en uh, mensen willen helpen, kunnen ze altijd bij RUMAS terecht, toch? Nou, RUMAS is een organisatie. We leven van giften van buiten. Zelf hebben wij geen geld, maar. Uh we hebben wel het geluk, misschien omdat Ruma's christelijk geschoold is, en wij bidden tot God en we zeggen stuur de juiste mensen op het juiste moment. Dus als iemand uh, uh, zijn hart op de juiste plek heeft, kan je altijd bij Ruma's, het is de boerbeu, de Eerste zijstraat is de Amaliaweg, en je komt, en ik ga je zeggen, soms komt iemand met 2.000, 5.000, een bedrijf geeft ons een sponsoring, zodat we volgende maand zijn we 12 jaar bestaan. En twaalf jaren lang heeft Rumas eigenlijk kunnen draaien omdat andere mensen hun hart op de juiste plaats hadden. En we hebben heel veel gedaan voor Suriname. Heel veel, heel veel. Van ouders trainen, jongens trainen, mannen trainen. Ik kan je het niet noemen. We hebben sociaal zwakkeren een, een, een gigrani gegeven. We hebben ze eer gegeven. We hebben onderzoekjes gedaan voor Suriname, voor onderwijs. Ik kan je niet zeggen wat we niet hebben gedaan, maar we zijn trots op Rumas. We hebben een bestaansrecht, 12 jaar lang, we zijn niet meer weg te denken in Suriname omdat we onze stempel gedrukt hebben. Mevrouw Hart, kan iemand zich nog hier registreren of bellen voor een pakket? Ik denk nu niet. <laughs> ik weet dat er nood is. Uh, maar ik heb niet het gevoel dat we met deze 20 pakketten uh, nog iemand erbij kunnen hebben. Ik begrijp als iemand kijkt dat de persoon gaat zeggen, Migado, mevrouw Hart, iedereen in Rumas kent me hart. Mijn hart is te saf safu." Maar ik denk niet dat we nu iemand kunnen helpen, laat me het zo stellen, omdat we al een lijst hebben van meer dan 20 mensen.